En luisteraars, goedenavond en welkom bij deze nieuwe aflevering van deze OHM Nari Discussieavond. Dit programma is te volgen via Trishul Broadcasting TV en radio op kanaal 20.6 en via YouTube op de RCFA Accountants Channel, welke tevens onze sponsor is. Ik ben mevrouw Roshni Rampadaret, host voor vanavond en van beroep huisarts met een public health achtergrond. Mijn co-host voor vanavond is mevrouw Gisela Ranjit Singh Puran, coördinator van het OHM Nari team. In het dagelijks leven is de HRM van de KPS in de rang van hoofdinspecteur van politie. Welkom, Gisela. Kijkers en luisteraars, goedenavond. Mijn naam is Gisela Ranjit Singh. Ik heet u van harte welkom bij onze reguliere maandelijkse discussieavond. En ons onderwerp is vandaag kindermishandeling. Ik wens aan ieder alsnog een fijne vaderdag toe. In het bijzonder aan de vaders en de toekomstige vaders. Ik wens u verder een fijne, leerrijke kijk- en luisteravond en zie ik uw vragen tegemoet. Dank u. Dank je wel, Gisela. Onze discussieavonden zijn gericht op actuele sociaal-maatschappelijke issues en het onderwerp voor vanavond is kindermishandeling. We beginnen het programma met een inleiding van het onderwerp, waarbij onze drie gastsprekers aan u voorgesteld worden en in het kort hun kennis en werkervaring ten aanzien van het onderwerp met ons delen. Als u vragen heeft, kunt u deze appen naar het telefoonnummer 75-7799. Wij willen u vragen daarbij gelijk ook aan te geven aan wie u de vraag richt. Mevrouw Gisela zal uw vragen in de tweede helft van het programma presenteren aan ons panel. Let wel, vragen gesteld via YouTube kunnen we niet beantwoorden. We zullen het nummer tijdens het programma nog enkele malen herhalen. Het onderwerp van vandaag is dus kindermishandeling. Kindermishandeling komt in Suriname veel vaker voor dan we denken. Uit recente cijfers blijkt dat meer dan 70-80% van de Surinaamse kinderen slachtoffer is van één of meerdere manieren van geweld. De huidige slechte sociaal-economische omstandigheden, welke door de COVID-pandemie een hogere druk leggen op de ouders en verzorgers van kinderen, lijken de kinderen vatbaarder te maken voor geweld. Onze eerste spreker voor vanavond is mevrouw Maya Manohar, die op 9 juni is afgestudeerd als doctor in de juridische wetenschappen. De titel van haar thesis is A Legal Study on Child Abuse and Neglect in Suriname. Wij feliciteren Maya met het behalen van haar doctorale titel en grijpen gelijk de kans om haar te vragen ons te vertellen wat haar bevindingen zijn. Tegelijkertijd zijn we geïnteresseerd naar de bescherming die onze wetgeving biedt aan kinderen en waar deze tekort schiet, als ook de opvoedkundige voorstellen om kindermishandeling thuis en op school te voorkomen. Onze drie gastsprekers zullen dan ook op deze inhoudelijk dan op deze punten verder ingaan. Ik kondig hierbij dan de eerste spreker aan, dat is mevrouw Maya Manohar. Eerst ga ik kort over mevrouw Maya aan u geven.
Mevrouw Maya Menoger is in het dagelijks leven een jurist met als specialisatie internationaal recht. Zij heeft haar postdoctorale diploma in human rights behaald bij het FHL Limapo Instituut. In 1992 is zij werkzaam op het ministerie van Justitie en Politie en heeft vanaf 2000 tot en met 2011 gefungeerd als hoofd van het bureau Vrouwen en Kinderbeleid. Maya heeft daarbij bijgedragen aan de wijziging en totstandkoming van diverse wetgevingsproducten, zoals de zedenwetgeving en de conceptwet Kinderombudsbureau, als ook de implementatie van wetgevingsproducten zoals wet bestrijding huiselijk geweld, beleid jeugd, zeden en gender. Vanaf 2012 is ze uitgeleend aan het Instituut voor Graduate Studies en Research in het kader van wetenschappelijke onderzoeken, waaronder preventie van kindermishandeling, kennis van de zedenwetgeving, bestrijding van huiselijk geweld en geweld tegen kinderen in Suriname. Sinds mei 2020 is ze lid van het Constitutioneel Hof. Daarnaast participeerde ze in diverse interdepartementele, presidentiële en internationale commissies met betrekking tot kinder- en jeugdbeleid en geweld tegen kinderen. Ook heeft zij 6 publicaties aangaande kinderrechten en staatsrecht op haar naam staan. Maya, welkom in het programma en het woord is aan jou. Dankjewel en ook voor de felicitaties. Hoort u me goed? Heel goed. Ja, oké. Goedenavond kijkers, ook mijnerzijds aan alle vaders een hele fijne vaderdag toegewenst. Allereerst dank aan OHM, de organisatie Hindu Media, met name het NARI-team, voor deze uitnodiging. Ik ben u erkentelijk dat u middels uw programma meewerkt aan een stukje awareness met betrekking tot dit onderwerp kindermishandeling. Ik ga over tot de slideshow. Ja, is dat duidelijk te zien? Nog niet. Oh. Screen share. Nog een keer. Ik heb iets mis. Is dat nu te zien? Nog niet? Ja, alleen moet je het beeld groter maken. Oh. Bij die, het glas. Ja. Ja, is dat nu duidelijk? Nog niet, op het wijnglas moet je. Ja, heb ik gedaan. Ja. Ja? Ja. Oké. U ziet op de slide een tekening, dat is op het kaft van het proefschrift. En deze tekening is een creatie van mijn zoon, Latif, toen hij 10 jaar oud was. Hierin beeldt hij de liefde uit voor het Surinaams kind met Love Us. En ik mag deze tekening van hem op mijn voorkaft plaatsen. En dat is, vond ik heel mooi om te doen in het kader van kindermishandeling. Omdat liefde voor het kind zo belangrijk is. Waarom heb ik deze studie gedaan? Of dit onderzoek? Dit onderzoek heb ik gedaan omdat er hele hoge cijfers van geweld tegen kinderen zijn. Dat is in de inleiding door mevrouw Rampedaar het ook aangegeven. 71% tot 89%. En deze cijfers heb ik uit mixed data van 2006... tot en met 2018. En het percentage is niet naar beneden gegaan, maar juist gaan stijgen. Verder heb ik aan de leerstoel van professor Toby Graafsma meegewerkt aan het project Preventie Kindermishandeling in Suriname. En dat was aan het Institute for Graduate Studies and Research
aan de Anton de Kom Universiteit. En hier binnen heb ik dus binnen dit project heb ik dan juridisch onderzoek gedaan. En verder, ook waar we niet stil bij staan, de negatieve gevolgen van geweld, any vorm van geweld op de ontwikkeling van de kinderen en op hun fysieke en mentale gezondheid. En verder juridisch is geweld tegen kinderen een inbreuk op het fundamenteel recht van het kind op waardigheid en fysieke en mentale integriteit. En ten tweede een inbreuk op hun recht op een harmonieuze ontwikkeling van zijn of haar persoonlijkheid. Suriname is vanaf 1993 partij bij het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. En ik heb specifiek juridisch onderzoek gedaan naar artikel 19 en artikel 3 van dit verdrag. Artikel 19 handelt over de bescherming van kinderen tegen alle vormen van geweld. Terwijl artikel 3 handelt over het belang van het kind. En het belang van het kind dient ten acht te worden genomen bij alle artikelen van dit verdrag. In hoeverre worden er maatregelen genomen ter bescherming van kinderen? En zijn deze maatregelen en de hulpverlening in het belang van het kind? Dit onderzoek is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel gaat over als de nationale wetgeving voldoet aan de bepalingen in artikel 19 en artikel 3 van het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. En het tweede gedeelte, hoe wordt de nationale wetgeving in Suriname geïmplementeerd? En de doelgroep binnen deze studie is afgebakend. In dit onderzoek is onderzoek geweest naar geweld tegen kinderen in de thuissituatie en op school. Het onderzoek naar de implementatie van de nationale wetgeving in de nationale wetgeving van artikel 19 en artikel 3 van het kinderrechtenverdrag, dat is meer literatuurstudie geweest. En ik kan u in het kort aangeven dat we het in het Surinaams burgerlijk wetboek hebben staan, in het wetboek van strafrecht, de wet bestrijding huiselijk geweld en de wet kinderopvanginstellingen en verder ook de wet arbeid, kinderen en jeugdige personen, dat een recente wetsproduct is. Dat is in het kort. Ik heb niet zoveel tijd, dus ik moet me binnen de tijdspanne houden. Wat echter constateerde ik tijdens dit onderzoek, een spanning in de handhaving van bepaalde wetten. En om dit met een voorbeeld te illustreren. In de wet bestrijding huiselijk geweld staat dat lichamelijk geweld verboden is tegen huisgenoten. En de wet omschrijft dat als elk opzettelijk handelen of nalaten dat resulteert in lichamelijk letsel. En uit deze omschrijving kan afgeleid worden dat het klappen, door elkaar schudden, stompen van kinderen, waarbij er geen lichamelijke letsel te zien is. U ziet geen littekens op het lichaam. Deze vormen van mishandeling vallen onder lichamelijk leed. De beschermingsmogelijkheden die deze wet biedt, is dat er een beschermingsbevel aangevraagd kan worden voor het kind. En voor kinderen zijn er specifieke beschermingsbevelen opgenomen in deze wet. In de praktijk van alle dag weten we dat er in de opvoeding van kinderen een pak slaag gegeven wordt. Vaak genoeg dan. En dat dit een geaccepteerde vorm van disciplineren van kinderen is in onze samenleving. Het maakt onderdeel uit van de opvoeding.
En hier zit de gap. Elke vorm van pakslaag en ook psychisch geweld dat ik net niet heb genoemd, maar nu wel noem, dus het psychisch geweld, het beledigen van kinderen, schreeuwen naar kinderen, noem maar op. En daar zal Annelotte verder op ingaan. Deze vormen van geweld hebben nadelige gevolgen voor de ontwikkeling en ook de gezondheid van het kind. En daar staan we vaak niet stil bij. De wet is daar waarin het verboden is. Dus de wet huisbeschrijving huiselijk geweld, maar niet toegepast wordt. Vanuit de rechtssociologie is een verklaring hiervoor gevonden. Dat is middels de theorie, u ziet het op de slide staan, van Moore en Griffith. Ik zal u niet diepgaand hiermee vermoeien, maar in het kort komt het hierop neer. Dat als er bepaalde sociale normen gelden in een samenleving en die lange tijd gehandhaafd zijn, een wet hiertegen niet altijd werkt. De effectiviteit van wetgeving is pas groot of groter indien het aansluit op de sociale werkelijkheid van wat mensen weten, kunnen en willen doen. Dat is heel belangrijk. En om deze wet te laten werken, dient de samenleving bewust gemaakt te worden van de negatieve gevolgen van geweld tegen kinderen. En dan weet de samenleving dat, wat dat is. Een stukje weten, kennis dragen daarvan. En wat kunnen ze anders doen in plaats van disciplinering middels geweld? En hierbij is ondersteuning van ouders in de opvoeding heel belangrijk. En een van de aanbevelingen is ook dat deze ondersteuning middels ouderschapsprogramma's, opvoedcursussen, beschikbaar wordt gesteld aan ouders en in alle districten, liefst in alle districten. Het tweede gedeelte van het onderzoek is empirisch onderzoek geweest, waarin ik ben nagegaan in hoeverre de wetgeving wordt geïmplementeerd en hoe de hulpverlening is bij de overheid en de NGO's. U ziet dus dat er 138 participanten zijn geweest en het onderzoek is een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek geweest. Uit dit onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen uitgerold. En ik presenteer u een samenvatting van deze aanbevelingen die u op de slide ziet staan. Verbetering van een kinderrechtenbenadering bij de instanties. Dus hiermee wordt onder andere bedoeld kindvriendelijkheid, de kinderen van informatie voorzien en nog een x-aantal richtlijnen voor instanties waar ik dan niet dieper op in kan gaan gezien de tijd. Ontwikkelen van protocollen voor professionals die met kinderen bezig zijn. Dat zijn met professionals wordt bedoeld dus niet alleen artsen, kinderartsen, maar ook leerkrachten, crashleidsters, mensenleidsters in opvanginstellingen. Dat er protocollen worden ontwikkeld in hoe in bepaalde situaties om te gaan met de kinderen. Ontwikkelen van protocollen en trainingen op welke wijze het belang van het kind in acht dient te worden genomen. Want het belang van het kind omvat veel meer dan die ene zin. En daarvoor dienen trainingen te zijn. En dat hebben de mensen op de werkvloer ook aangegeven. Verder beschikbaarheid van preventie en ondersteuningsprogramma's voor gezinnen, gezinscoachingsprogramma's en ouders op voedcursussen in alle districten. En een hele belangrijke is het initiëren van een monitoringssysteem voor een betere coördinatie van het kinderbeschermingssysteem in ons land. U ziet op, hopelijk is het wel duidelijk, op het scherm ziet u een slide van het huidige kinderbeschermingssysteem.
En ik heb een aanbeveling voor versterking van het huidige kinderbeschermingssysteem. En hierbij, u ziet dat er op dit moment, dat vanuit de samenleving, de community, de school, NGO's, noem maar op. Als er een klacht is, ziet u een pijltje richting de politie. Er wordt aangifte gedaan en de politie doet het onderzoek. En dat wordt dan doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. En dan komt de rechter als het nodig is, noem maar op. Het Bureau Familierechtelijke Zaken komt ook in stelling waar het nodig is. En dan zit u een pijltje naar beneden, dat handelt over de sociale kinderbescherming, waarbij er counseling wordt aangeboden en ondersteuning door onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en ook wel NGO's. U ziet helemaal on top of the desk een Child Protection Reporting Desk, dat zijn meldpunten kinderbescherming. Er zijn op dit moment 3 meldpunten kinderbescherming in 3 verschillende districten die door justitie en politie zijn opgezet. Ik ben tot de conclusie gekomen dus dat zulke meldpunten in meerdere districten moeten zijn, liefst in alle districten. En de taken van het meldpunt aangepast dienen te worden en het meldpunt ook geprofessionaliseerd wordt. Het meldpunt zou meer een public health en een restorative approach dienen te hebben. Dus in die zin dat het meer hulp aanbiedt waar nodig, tenzij het gaat om strafbare feiten die gelijk naar de politie moeten. En het meldpunt zou ook als meldpunt dienen te fungeren voor artsen die een beschermingsbevel willen aanvragen voor een kind. Want artsen mogen dat ook doen volgens de wet bestrijding geweld, huiselijk geweld. Maar om een beschermingsbevel aan de rechter te vragen, dat neemt heel veel tijd in beslag. En vandaar dat in dit proefschrift ook is gepleit voor een meldrecht. Als de arts of een andere hulpverlener, want het zijn niet alleen artsen, ook andere beroepsgroepen die met kinderen te maken hebben, die een melding kunnen doen hiervan en het meldpunt pakt het op, gaat na in hoeverre dit een strafrechtszaak is, indien het dat niet is, in hoeverre een beschermingsbevel aangevraagd kan worden of hulp geboden kan worden aan de ouders. Want vaak genoeg weten ouders ook niet beter. Dus vandaar dat ik aangeef dus dat het meer een public health approach en een restorative approach dient te hebben. U ziet daar beneden de instelling van een kinderombudsbureau. En dat liefst bij wet. Een kinderombudsbureau is een mensenrechteninstituut dat onafhankelijk werkt. En dit bureau zal dan een belangrijke rol spelen bij de monitoring van het kinderbeschermingssysteem. Het bureau rapporteert verder aan het parlement. In ons staatsrechtelijk systeem is het parlement belast met de goedkeuring van het beleid van de regering en spreekt de regering daarop aan. Er zijn ook vanuit de Verenigde Naties richtlijnen voor het functioneren van zo'n kinderombudspersoon dat onafhankelijk functioneert. Dus daar kan ik op dit moment niet diep op ingaan. Ik hoop dat ik niet te veel buiten de tijd ben, mevrouw Rochny. Als er vragen zijn, kan ik dieper op ingaan, op de materie ingaan. Ik dank u. Bedankt voor uw bijdrage, Maya. Als u vragen heeft voor mevrouw Maya Manohar, kunt u dat richten naar het telefoonnummer 755-7799. Onze volgende spreker is mevrouw Sherida Drachman. Zij zal het hebben over kindermishandeling en de rol van de politie daarbij. Sherida is in het dagelijks leven hoofdinspecteur van politie. Zij is ook hoofd van deelstructuur, jeugd en zedenzaken. Onder deze afdeling vallen de afdelingen trafficking in persons en zedenzaken.
Zij is afgestudeerd aan de Academie voor Hogere Kunst en Cultuuronderwijs met specialisatie communicatie. Op de Politieacademie is zij afgestudeerd in de politiekunde. Daarnaast heeft zij haar Master in Education and Research for Sustainable Development behaald op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Mevrouw Drachman, aan u het woord. Dankjewel. Voordat ik doorga of start, wil ik ook aan alle vaders een fijne vaderdag wensen. Er zijn nog een aantal uren en we mogen u zeggen, u bent gewaardeerd. De afdeling jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is belast met strafbare handelingen gepleegd tegen jeugdigen, maar ook door jeugdigen. Wanneer we kijken naar meldingen over geweld tegen jeugdigen, dan zien wij dat dat op verschillende fronten gebeurt. Het zij mishandeling of seksueel misbruik. Natuurlijk is elke melding één te veel. We merken dat de daal in de directe omgeving van zo'n slachtoffer is of verblijft. Bij fysieke mishandeling zien wij dat de dader meestal, of in de meeste gevallen, de moeder, de vader, een zus, broer, neef, nicht, tante of oom is. In mindere mate zien wij een medeleerling, een klasgenoot, een leerkracht of crashleidster voorbij komen. Bij de twee laatstgenoemde merken we ook op dat wanneer dat het geval is, dat er hoge media-aandacht daaraan wordt geschonken. Bij daders van seksueel misbruik tegen jeugdigen merken wij op dat deze veelal in de groep vaders, stiefvader, broers, neven, nichten, of neven, sorry, ooms, zwager, buurman, buurjongen, maar vaak ook een goede vriend van de familielid is, die zich veelal schuldig maken hieraan. De afhandeling van deze feiten vindt, zoals dokter Manohar het heeft gezegd, conform de wettelijke voorschriften plaats. Maar naast het wettelijk deel is er ook altijd een sociaal-maatschappelijk deel, een sociaal-maatschappelijke afhandeling die aan te pas komt. En bij deze afhandeling, dus die sociaal-maatschappelijke afhandeling, ervaart de politie veel uitdagingen. Enkele van deze uitdagingen ga ik u voorhouden. Het eerste is het weerbaar maken van kinderen die seksueel misbruikt worden binnen het gezin en de familie. Een tweede uitdaging is het uit huis plaatsen van deze slachtoffers als nood. Ik moet u voorhouden dat het uit huis plaatsen van een slachtoffers niet geschiet in eerste aanleg door de politie. Maar wanneer we praten over noodsituaties, ik noem u bijvoorbeeld een geval waarbij alle overheidsinstanties reeds gesloten zijn en het gebeurt diep in de nacht. En zo'n slachtoffer is in een situatie, een onveilige situatie, dan is het de taak van de politie om het slachtoffer zo snel als mogelijk uit die situatie te halen. En dat is veelal een uitdaging. Het begeleiden van slachtoffers, maar ook van gezinnen waar er slachtoffers in voorkomen. En negatieve gevolgen voor zo'n jeugdige slachtoffer bij ouderlijke ruzie, spanning, scheiding, na melding van zo'n zaak bij de politie. Als we kijken naar de zaken die ik heb aangehaald, dan merken we dat het uit huis plaatsen van slachtoffertjes van geweld een van de grootste uitdagingen is. Dit vanwege het gebrek van opvangfaciliteiten. Veelal wordt er een beroep gedaan op particuliere opvanghuizen, maar die zitten vaak ook vol. Desondanks is er bij noodhulp altijd hulp van hun zijde geboden. Dus gelijk als de politie vraagt,
staan ze klaar om te helpen. Maar dat is wel een tijdelijke oplossing. En dan moet zo een jeugdige dan verder door de instantie die daartoe bevoegd is, geplaatst worden. Verder valt ook op te merken dat we helaas moeten aangeven dat voor jeugdige slachtoffers van het mannelijke geslacht moeilijk opvang te vinden is. Ja, kinderthuizen doen dat vanuit het oogpunt omdat zij veelal meisjes hebben en die bij hun zijn ondergebracht en ze die meisjes willen beschermen en natuurlijk voor zichzelf geen problemen willen. Maar ook dat is begrijpelijk voor de politie. Vandaar dat we toejuichen de aanbevelingen gedaan door dokter Menouhar en uitkijken naar de implementatie daarvan, zodat we onze jeugdigen beter kunnen beschermen en daarmee ook kunnen naleven de internationale verdragen, zoals het internationaal verdrag voor de rechten van het kind, en wel, zeg maar, voor dit onderwerp, volledige bescherming bieden aan deze jeugdigen. Dat was mijn presentatie. Dank je wel. Dank je wel, mevrouw Drachman. Onze volgende spreker, die zal het hebben over, is mevrouw Annelotte Themen. En zij zal het hebben over positieve opvoeding ter voorkoming van kindermishandeling. Annelotte is in 2000 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden in de orthopedagogiek. In het dagelijks leven is ze orthopedagoog en praktijkeigenaar bij Kompas. Dat is een centrum voor orthopedagogische en psychologische hulpverlening. Zij heeft gedurende ruim 10 jaar vanuit haar eigen praktijk kinderen onderzocht en behandeld voor uiteenlopende problemen. Sinds 2017 is ze directeur van de Vanguard Foundation, een opleidingsinstituut voor de bacheloropleidingen in Suriname. Voor bacheloropleidingen in Suriname. Binnen de Bachelor of Education doseert zij zelf diverse vakken, allen gericht op opvoeding van en onderwijs aan kinderen met of zonder speciale behoeften. Annelotte heeft ook diverse publicaties en presentaties, waaronder Kids Story en Leven met Dyslexie. Is ook bekend om Ben ik getikt, kinderen met tikstoornissen. Het zijn allemaal bekende publicaties en er zijn nog andere, maar die zal ik hier niet noemen. En ook heeft zij meegewerkt aan het in 2016 uitgevoerde evaluatieonderzoek naar de kwaliteit van de zorgafdelingen binnen het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Annelotte, aan jou het woord. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Ik zal ook even mijn presentatie delen. Ja. Is hij te zien, Roshni? Ja? Oké, nou, de vorige sprekers, mevrouw Manohar en mevrouw Drachman, hebben stilgestaan bij een aantal belangrijke aspecten van kindermishandeling. Onder andere de enorme negatieve gevolgen die het heeft voor kinderen. Mevrouw Drachman die gaf aan dat daders heel vaak kinderen zijn, of familieleden zijn. Daders die kinderen mishandelen vaak familieleden zijn. Waar ik graag bij wil stilstaan in mijn korte presentatie, is hoe dat komt. Nou, een van de belangrijke redenen is frustratie en onmacht bij opvoeders. Er zijn maar weinig ouders in mijn ervaring, hoor, in al die jaren dat ik ouders in mijn praktijk gezien heb en kinderen, zijn er maar heel weinig die, eigenlijk heb ik nooit eentje meegemaakt die plezier beleeft aan het slaan of het toepassen van lijfstraffen bij kinderen. Opvoeders mishandelen niet omdat ze dat leuk vinden. In veel gevallen is er dus sprake van een stukje stress, overbelasting bij opvoeders. We kunnen ons allemaal voorstellen dat als je, zeker onder de huidige economische omstandigheden, het moeilijk hebt om bijvoorbeeld te zorgen dat er elke dag eten op tafel staat,
Daar komt op dit moment ook nog de COVID-situatie bij, waarbij ouders thuis zitten, kinderen thuis zitten of ouders aan het werk gaan en kinderen thuis zitten. En ouders dus eigenlijk ontzettend veel ballen hoog moeten houden. Ik denk dat elke opvoeder die stress kan herkennen. En soms kan het gebeuren dat bij een opvoeder die stress zodanig hoog oploopt dat eigenlijk de bom barst, om het zo te zeggen. Dat gaat vaak samen met niet goed weten hoe om te gaan met ongewenst gedrag van een kind. Een van onze taken als opvoeder is dat we kinderen bijsturen als ze gedrag vertonen dat ongewenst is, dat we niet graag zien. En, maar om dat te doen, moeten we natuurlijk tools hebben. Moeten we weten hoe daarmee om te gaan. En als die tools ontbreken en je hebt al een paar keer gewaarschuwd, dan kan het dus voorkomen dat opvoeders grijpen naar een fysieke lijfstraf. Nou, er zijn een aantal suggesties gedaan, onder andere door mevrouw Manohar, ten aanzien van wat kunnen we doen als samenleving om te voorkomen dat kindermishandeling plaatsvindt. En ik ondersteun helemaal de voorstellen voor opvoedcursussen, ouderschapscursussen, protocollen in kinderinstellingen en dergelijke. Dat moet absoluut komen en daar moeten we dus met z'n allen hard aan gaan trekken. Maar in afwachting daarop zijn er denk ik een aantal dingen die we zelf kunnen doen, waar we zelf mee kunnen starten. Dus elke opvoeder, elke burger in Suriname eigenlijk, hoort een stukje verantwoordelijkheid te dragen. Maya begon heel mooi in haar presentatie vanuit liefde voor het kind. En die liefde voor het kind, die voelen we allemaal als het goed is, als Surinamers. Dus dat betekent dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor het welzijn van die kinderen in Suriname. En vanuit die liefde en vanuit die verantwoordelijkheid zijn er een aantal dingen waar we zelf mee kunnen starten. En de eerste waar ik op wil wijzen is dat we alert zijn. Beide vorige sprekers die noemden ook de meldpunten en de meldplicht die we allemaal hebben eigenlijk. Maar om te kunnen melden moeten we natuurlijk weten waar we op moeten letten. Wat kun je voor signalen herkennen om in de gaten te hebben dat er iets is wat mogelijk het kind bedreigt in zijn of haar ontwikkeling. Ik wil kort stilstaan bij een aantal mogelijke signalen bij ouders en bij kinderen. Gezien de tijd kan ik er maar een paar noemen. En ik wil voordat ik ze noem er expliciet op wijzen dat het niet wil zeggen dat als je een van deze signalen ziet, dat er automatisch sprake is van kindermishandeling. Maar het kunnen wel dingen zijn die kunnen fungeren als een soort rode vlag. En die maken dat we alert zijn en waar nodig de helpende hand kunnen bieden. Wat we tegenkomen soms is, vooral in het onderwijs bijvoorbeeld, beroepsopvoeders die veel met kinderen werken, is dat kinderen op school komen bijvoorbeeld met letsel, waarvoor vreemde verklaringen worden gegeven. Blauwe plekken, we hebben wel eens brandwonden gezien van bijvoorbeeld een strijkijzer op vreemde plaatsen, striemen op de rug van het kind of op andere plaatsen van het kind, afdrukken op het lichaam van het kind en waar dan verklaringen voor worden gegeven die niet helemaal lijken te kloppen. Ook wat voorkomt is dat kinderen vaker naar het ziekenhuis of naar de dokter gebracht worden, zonder dat er sprake is van een specifieke aandoening die dat nodig maakt. Of ouders die geen of weinig belangstelling tonen voor prestaties van hun kind, of die kinderen regelmatig thuis houden van school of de oppas. Maya noemde ook het recht van kinderen. Een van de rechten van kinderen is het recht op onderwijs. En als kinderen dus thuis worden gehouden op regelmatige basis, omdat ze bijvoorbeeld voor broertjes of zusjes moeten zorgen of andere taken hebben die eigenlijk bij volwassenen thuis horen, dan noemen we dat ook, of rekenen we dat ook onder de noemer kindermishandeling, omdat het schadelijk is voor de ontwikkeling van een kind. Als we dus dit soort van signalen tegenkomen, dan moeten we alert zijn. En dan moeten we denk ik allemaal de plicht voelen om waar mogelijk de helpende hand te bieden. Signalen die wij kinderen kunt herkennen. Kinderen kunnen agressief gedrag gaan vertonen of zich juist extreem terugtrekken. Nou wil ik ook hier benadrukken, niet elk kind dat agressief gedrag vertoont of zich terugtrekt, wordt mishandeld uiteraard. Waar we vooral alert moeten zijn, is als een kind zich
niet gewend is op een bepaalde manier te gedragen en ineens ander soort gedrag gaat vertonen. Een kind wat altijd goed heeft kunnen samenspelen met klasgenootjes bijvoorbeeld en ineens extreem vechtgedrag vertoont of zich extreem terugtrekt. Kinderen met grote concentratieproblemen terwijl ze die voorheen niet hadden. We zien seksueel uitdagend gedrag wat mogelijk kan wijzen op seksueel misbruik, zeker bij hele jonge kinderen. Of angst voor bepaalde volwassenen. Kinderen die terugdeinzen als je te dicht in hun buurt komt. Of kinderen die extreem alert zijn en eigenlijk continu die omgeving in de gaten houden. Omdat ze zich moeten kunnen beschermen tegen mogelijk gevaar dat dreigt in die omgeving. Dus dat zijn enkele signalen die ik wil noemen, waar ik op wil wijzen. Er zijn online hele lijsten te vinden met signalen. Dus als u meer wil weten, dan kunt u dat opzoeken. Maar in elk geval is dit een eerste stap, zeg maar, om alert te kunnen zijn en om te kunnen weten waar we op moeten letten met elkaar. Als we het vermoeden hebben dat er gevaar dreigt voor een kind, dat een kind dus indirect gevaar is, zoals mevrouw Drachman aangaf ook, dat kan bijvoorbeeld midden in de nacht gebeuren, dan hebben we allemaal de plicht om dat direct te melden bij de politie. En zoals ze aangaf net, dan komen ze ook in actie. En dan staan er mensen klaar om te helpen. Dus dat is een eerste ding wat we met z'n allen kunnen doen. Wat kunnen we nog meer doen? Een tweede heel belangrijk punt is denk ik dat naast de opvoedcursussen en de ouderschapscursussen die absoluut nodig zijn, dat we ook naar elkaar toe ondersteunend kunnen zijn. Dus niet meteen oordelen, maar een stukje verlichting en steun bieden waar mogelijk. De titel van mijn presentatie was kindermishandeling voorkomen door positief opvoeden. Nou, positief opvoeden is niet iets wat je alleen doet als opvoeder. Opvoeden is niet iets wat je alleen doet. Je hebt daarbij hulp nodig van anderen, want het is een ontzettend zware job. Een hele moeilijke taak. Een kind krijgt bij de geboorte geen handleiding mee die zegt hoe we met dat kind moeten omgaan. En er zijn geen twee kinderen hetzelfde. Wat maakt dat het voor elke opvoeder eigenlijk continu zoeken is naar wat de juiste aanpak is. En ik noemde aan het begin al die hoge mate van stress die bij sommige ouders kan voorkomen. Nou, dat kan maken dat een klein beetje steun van een buurman, een buurvrouw, een opa of een oma of iemand anders in de omgeving een stukje verlichting kan bieden voor opvoeders, wat kan maken dat ze mogelijk minder snel grijpen naar die lijfstraf die kan leiden tot kindermishandeling. Verder is al genoemd door de andere sprekers het aware maken van ouders en verzorgers. Ouders moeten zich bewust zijn van de negatieve gevolgen die kindermishandeling heeft, die slaan en schreeuwen hebben op een kind. En die discussie van slaan als disciplinemaatregel wil ik niet voeren nu gezien de tijd. Ik weet inderdaad, zoals Maya al aangaf, dat het iets is wat sociaal geaccepteerd is in onze cultuur, in onze samenleving. Maar waar ik wel op wil wijzen, is dat lijfstraffen een kind niks leren. Een kind leert niks van slaan of schreeuwen of beledigen. Alleen angst. En als u een kind schreeuwt of slaat, omdat het iets doet wat niet gewenst is, dan zal het mogelijk dat ongewenste gedrag achterwege laten, inderdaad. Maar niet omdat het geleerd heeft waarom het gedrag verkeerd is. Het zal dat gedrag achterwege laten omdat het bang is om nog een keer geslagen te worden. En uiteindelijk is dat natuurlijk niet wat we willen als ouders. Wat we willen is dat we dat ongewenst gedrag voorkomen doordat het kind begrijpt wat we van hem of haar verwachten. En als we ongewenst gedrag voorkomen door positief op te voeden, dan hoeven we niet te straffen. Dus dan voorkomen we ook die kans op kindermishandeling. Nou wil ik kort nog even stilstaan, want ik zie dat mijn tijd loopt. Bij dat stukje positief opvoeden. Ongewenst gedrag voorkomen door positief op te voeden. Ik noemde al de kracht van elkaar ondersteunen en het samen te doen. En dat we daarbij stilstaan bij het creëren van een omgeving die positief is, waarbij kinderen zich prettig voelen, zich veilig voelen en de gelegenheid krijgen om fouten te maken. Een kind weet niet automatisch
wat dat goede gedrag is dat wij verwachten. En dan kom ik op het tweede punt, duidelijkheid. Vaak gaan we ervan uit dat als we zeggen je moet lief zijn of je moet je gedragen, dat het voor een kind duidelijk is wat we dan van hem of haar verwachten. Maar dat is niet automatisch het geval. Want wat ik versta onder lief zijn of gehoorzaam zijn, heeft voor een andere opvoeder een andere invulling. Dus moeten we concreet zijn en tegen een kind concreet zeggen wat we precies verwachten. Ik wil dat je nu je huiswerk maakt. Of ik wil dat je nu 5 minuutjes stil zit en met je puzzel bezig bent. Dat is duidelijk. Dat is concreet. En dan weet het kind exact wat van hem of haar verwacht wordt. En een laatste punt waar ik op wil wijzen, is dat onze verwachtingen naar kinderen toe realistisch zijn. Dus behalve duidelijk, ook realistisch. Dat we, ik hoor bijvoorbeeld heel vaak mensen zeggen over kleuters, ik heb het al 3 keer uitgelegd, moet ik het echt nog een keer zeggen? En dan is het antwoord ja, want het is een kleuter. En een kleuter heeft herhaling nodig. Dus als je gaat slaan, omdat die kleuter het na de 3e keer nog niet begrepen heeft, dan zijn je verwachtingen verkeerd. Want een kleuter heeft herhaling nodig en oefening nodig om te kunnen doen dat wat we van hem of haar verwachten. Ik denk dat ik het hierbij moet laten, maar ik sta absoluut open voor vragen als die er zijn. Dank u wel. Ja, mevrouw Thiemen, bedankt voor uw presentatie. Het was heel duidelijk. Ik wil u bij deze allemaal bedanken voor jullie duidelijke presentaties. Intussen zijn de vragen binnengekomen. Als er nog mensen zijn die vragen zijn, u kunt het stellen op het nummer 755-7799. En we gaan nu naar een reclamebreak en we zijn daarna terug bij de vragenronde. Zijn we terug? Ja, ik denk dat we kunnen beginnen met de vragenronde. De eerste vraag is gericht aan mevrouw Manohar. Deze vraag luidt als volgt. Is er een onderzoek naar sociale determinanten van kindermishandeling? Daaronder zouden dus ook andere vragen misschien kunnen worden meegenomen. In welke districten komen de meeste kindermishandelingen voor? En is er ook gekeken naar gezinsstructuur bij kindermishandeling? En de derde die daar ook bij zou kunnen worden genomen is of ouders die... Of mensen die aan kinderen mishandelen of ze zelf ook misschien als kind mishandeld worden. De andere sprekers kunnen eventueel aanvullen hoor. Ja, dank u voor die vragen. Nou, in mijn onderzoek heb ik niet specifiek... laat me zeggen, gezinnen onderzocht. Het is meer een juridisch onderzoek geweest. Wat ik wel weet, er is recent een nationale studie, Violence Against Children in Suriname geweest, tussen 2016 en 2018. Daar hebben een aantal sociologen onderzoek naar gedaan. En blijkt dat
er in het binnenland, dus in het, in laat me zeggen, in het achterland, op een andere manier wordt gestraft dan in de kustvlakte bijvoorbeeld. Dus daar kunnen straffen heel zwaar zijn. En in het, op de kustvlakte is dat iets minder. Dus dat zijn enige of enkele verschillen uit dat onderzoek dat ik heb doorgenomen. En waar ik ook aan heb geparticipeerd, maar op het gebied van national response, dat gedeelte. En ten aanzien van gezinsstructuur, waar kindermishandeling veel voorkomt, blijkt dat in gezinnen waar de ouders, verzorgers, een mindere, dus wat sociale problemen hebben, dat heeft Annelotte ook aangegeven, dat in die gezinnen dat meer kan voorkomen. Ook in gezinnen waar het ontwikkelingsniveau iets minder is, dus onderwijs bij ouders iets lager ligt. Let wel, dat is niet een punt. Ook in gezinnen waar ouders van een bepaalde ontwikkeling zijn, komt het voor. Maar laat me zeggen, uit het onderzoek bleek dus dat in die gezinnen heel veel voorkomt, waar er sociale problemen zijn en heel veel stress. En er was nog een vraag die ik heb gemist. Of de plegers ook zelf slachtoffers zijn geweest van kindermishandeling. Ja. Laat me dit ervan zeggen. Ouders voeden hun kinderen op zoals ze zelf zijn opgevoed. Als ouders middels geweld zijn opgevoed, dus volwassenen, en zelf kinderen hebben en het niet beter weten, voeden ze hun kinderen ook zo op. Het is vaker gebeurd, dus dat, en mevrouw Drachman zal de cases wel kennen, dat er onder andere bij seksueel misbruik de plegers vaak genoeg zelf seksueel zijn misbruikt. Dus dat gebeurt wel. Dat is ook uit het onderzoek gebleken van in het onderzoek Violence Against Children landelijk, die landelijk is verricht vanuit het Institute for Graduate and Studies and Research. Ik hoop dat ik het voldoende heb belicht en misschien kan mevrouw Drachman daar verder op ingaan. Hebben de andere sprekers nog aanvullingen? Ja, ik ondersteun wat dokter Manohar net heeft aangehaald. Wij hebben inderdaad ook, wanneer wij kijken naar de slachtoffersgroepen, maar ook de groepen van plegers. Dat is niet altijd het geval, maar in de meeste gevallen merken we wel dat voornamelijk bij seksueel misbruik, dat er eerder ook eens een slachtoffer in het gezin was. Wij hebben recente gevallen waar voornamelijk de moeder slachtoffer was van seksueel misbruik. En eigenlijk daardoor op een of andere manier probeert om te verbergen het feit dat haar kind slachtoffer wordt of is van seksueel misbruik. En het niet onderkennen en na een goed gesprek er vooruit komen om te zeggen, inderdaad, natuurlijk niet alleen het gesprek, maar ook met bewijs aangeven of aantonen van dit is het. En dan komt dat veelal naar voren, dat ook zij het slachtoffer waren. En het ergens proberen weg te stoppen, omdat precies wat de twee eerste sprekers gezegd hebben daarnet, het ontbreekt aan die begeleiding. En ze proberen het dan zo ver mogelijk weg te stoppen, maar het komt een moment weer terug. En dan merk je dat er ergens toch iets niet goed is afgesloten. De mensen zijn niet goed begeleid, waardoor het moeilijk voor
zo een slachtoffer is om zeg maar ervoor te zorgen dat haar omgeving, met name haar kinderen, aware gemaakt worden. Omdat zij niet durft uit te komen, vooruit te komen met zeg maar haar situatie. Ja. Mevrouw Themen, heeft u nog aanvullingen op deze vraag? Nou, een hele kleine aanvulling. In principe hebben ze bijna alles gezegd al. Ik wilde nog een enorme risicofactor eraan toevoegen en dat is alcohol- en drugsmisbruik. Als er sprake is van alcoholmisbruik of drugsmisbruik, verslaving bij ouders, dan neemt het risico op mishandeling van kinderen enorm toe. Dus dat is sowieso altijd een red flag. Oké, okay, maar wijst alcohol- en drugsgebruik dan ook weer niet op psychische problemen bij de ouders zelf? Dus moeten die zelf niet ook eerst begeleid worden? Absoluut, ja, sowieso. Ik denk dat zodra er sprake is van kindermishandeling, is begeleiding van ouders nodig. En mevrouw Drachman die wees al op de vele haken en ogen die er zitten aan uithuisplaatsing. Toch de instellingen die vol zitten. Eigenlijk is uithuisplaatsing het allerlaatste wat we willen doen. Toch, je probeert zo lang mogelijk een kind in de eigen omgeving te houden. Maar dat betekent dus wel dat wat het probleem van de ouder ook is, dat die begeleiding ontzettend goed moet zijn om het kind te beschermen. Ja, onze volgende vraag is meer voor mevrouw Drachman. Waar kunnen kinderen naartoe bellen? En is er een kosteloze lijn waar kinderen naartoe kunnen bellen om als ze in mishandeld worden voor hulp? En is er een instituut voor opvang en begeleiding van kinderen? En ook de daders eigenlijk, de ouders, als die dat zijn, of de leerkrachten of andere geweldplegers. En verder is er ook een... Wordt er alleen gekeken naar lichamelijk geweld, omdat psychisch geweld zich meestal niet makkelijk manifesteert. Pas op latere leeftijd kan je dat vaak merken. Dat is de overige sprekers kunnen natuurlijk aanvullen, hoor. Maar dit stukje van de politie en de meldingen is denk ik voor mevrouw Drachman meer. Oké, dankjewel voor de vragen. De eerste vraag, waar kunnen kinderen naartoe bellen? Ik wil u in herinnering brengen dat er een kindertelefoonlijn is, 123. En het is een gratis lijn waar kinderen altijd naartoe kunnen bellen. Als ik het goed heb, is het nu verder uitgebreid. Moet nu U-lijn of Mi-lijn heten. En eigenlijk kunnen nu niet alleen kinderen, maar ook volwassenen bellen. Ernaartoe, dit vanwege de corona-pandemie hebben zij besloten om een uitbreiding te gaan doen om niet alleen de kinderen hulp te bieden als er hulp nodig is, maar ook volwassenen. En u stelde, de vraag was, is er een instituut voor opvang voor kinderen? En begeleiding. Ik heb dat als een van de uitdagingen genoemd in mijn presentatie. Dat opvang en begeleiding een hele grote uitdaging is. Ik heb ook aangegeven dat er particuliere opvangtehuizen zijn. En ik heb voornamelijk aangegeven dat opvang niet een taak is van de politie, maar wanneer wij bezig zijn met een zaak waarbij er noodopvang geboden moet worden, dat wil zeggen dat het kind gelijk uit huis geplaatst moet worden, omdat die omgeving op dat moment niet veilig is, ja, dan komt de politie in actie en wordt er gezorgd voor de noodopvang. En er is ook gevraagd of er wordt gekeken naar, geestelijk geweld. No? Want ja. We kijken alleen naar of er is voornamelijk over lichamelijk geweld gesproken. Ik denk dat Annelot ook wat heeft gezegd van geestelijk geweld, maar ook
dokter Manohar, het pesten enzovoort. En laat mij zeggen dat op de afdeling jeugdzaken je subafdelingen hebt. De maatschappelijke dienst is één. Daar zitten maatschappelijke werksters die ook bezig zijn met begeleiden van jeugdigen. Maar dan tot een bepaalde hoogte. En daar waar natuurlijk niet meer voor hun is, wordt doorverwezen naar de psycholoog. En daarnaast hebben we ook een afdeling jeugdvoorlichting. En die afdeling houdt zich voornamelijk bezig met het geven van voorlichting aan jeugdigen. Ja, vroeger, een jaar geleden, was dat op de verschillende scholen. Jammer genoeg kan dat voorlopig niet meer. En doen zij het via de digitale weg. En ze hebben kort geleden ook een mini-campagne gestart, waarbij zij flyers en foldertjes uitdelen. Zij gaan ook nog naar de verschillende buurten, hebben wel heel goed contact met leerkrachten van de verschillende scholen. En die bellen ook nog en doen meldingen als ze er zijn. En ja, die zijn dus voornamelijk bezig met die awareness, hè, bewustwording, waar pesten en zeg maar andere psychisch geweld naartoe kan leiden. Dus dat is hem. Ik hoop dat ik de vragen heb beantwoord. Nog even een subvraag. Hè? Zijn er ook meetinstrumenten om te kunnen beoordelen of de interventies die jullie plegen of de politie pleegt, of dat ja, dus een positieve resultaten heeft opgeleverd? Zijn er meetinstrumenten daarvoor? Ja, meetinstrumenten. Ik zal zeggen dat wij ook zo'n mini-database op nahouden om na te kunnen gaan. Wat is er gedaan? Voornamelijk begint die afdeling natuurlijk met de voornemens. Wat willen zij allemaal gaan doen? En ze hebben de tussentijdse evaluatie om na te gaan of waarmee ze bezig zijn werkt. En waar nodig wordt er bijgesteld. En aan het einde, ja, dan wordt gemeten om na te gaan of wij geslaagd zijn in onze opzet. En daarnaast hebben wij ook zeg maar data voor wat betreft gevallen waar wij naar kunnen kijken om te zeggen, oké, inderdaad, we merken nu dat er een bijvoorbeeld een afname is van meldingen van pesten enzovoort. Wat wij wel, waar wij wel heel voorzichtig mee zijn, is het koppelen van data aan een daling of een stijging, omdat je ook daarnaast onderzoek zou moeten doen. Want het wil niet per definitie zeggen dat als ik kijk bijvoorbeeld naar de cijfers van 2019 en ik zie dat wij daar veel minder gevallen hebben van mishandeling, wil dat niet per definitie zeggen dat het een daling is. Het is wel een daling in die melding. Maar we weten nog niet als het inderdaad die daling is dat, dat jeugdigen niet mishandeld worden. Dus dat behoeft ook onderzoek voordat je daar een uitspraak over kan gaan doen. Inderdaad. Hebben de andere sprekers misschien nog aanvullingen op deze vraag? Nou, ik wilde kort nog iets toevoegen over die vraag over psychisch geweld. Het is natuurlijk moeilijker vast te stellen wanneer er sprake is van psychische mishandeling. Toch, als een kind lichamelijk letsel heeft, ga je naar de politie. Maar wanneer praat je van psychisch geweld? We komen ontzettend veel dingen tegen in de praktijk, ook in het onderwijs. Uitspraken die gedaan worden tegen kinderen vanuit een stukje onwetendheid van ouders of ouders zijn zich niet bewust van de impact die sommige uitspraken kunnen hebben op kinderen. Ik noem wat voorbeeldjes. Ik wou dat je niet geboren was. Of ik ga je weggeven. Als je zo vervelend blijft, dan moet je maar ergens anders gaan wonen.
of het vernielen van eigendommen van kinderen. Bijvoorbeeld, het kind heeft niet goed gewerkt op school en voor straf wordt zijn lievelingsspeelgoed stuk gemaakt. Het zijn dingen die we tegenkomen in de praktijk, die we niet mogen onderschatten, die ontzettend kwetsend kunnen zijn en een negatieve impact hebben op hoe het kind zich verder ontwikkelt. Het is niet goed voor het zelfbeeld en de zelfwaarde van het kind als we dat soort dingen doen. En eigenlijk is, denk ik, de belangrijkste maatregel die we daartegen kunnen nemen, omdat het vanuit de wetgeving, denk ik, moeilijk is om een kind daartegen te beschermen, is dat we er met z'n allen op letten en dat we ouders bewust maken van de negatieve kanten van zulke soort maatregelen en dat we ze alternatieven aanreiken. Dan kunt u gelijk de volgende vraag ook beantwoorden, want die luidt: moet kinderopvoeding en verantwoord ouderschap een vak worden voor jonge ouders of op scholen? Ja, een vak op school gaat misschien ver, in bepaalde opleidingen wel, denk ik. Maar het zou goed zijn als er een oudercursus is, een ouderschapscursus is. Dat noemde Maya ook als aanbeveling uit haar onderzoek. Zodat elke jonge ouder of elke ouder zich kan opgeven voor zoiets. Want zoals ik al zei net, die kinderen krijgen geen handleiding mee waarin staat hoe we het moeten doen. Toch? Dus het is voor ons allemaal, voor elke opvoeder, is het zoeken naar hoe. Hoe moeten we dat doen? Dus inderdaad, een opvoedcursus. En we hebben een tijdje, er werden vanuit het GSR, Maya, vanuit Prekimi, werden er opvoedcursussen aangeboden, als ik het me goed herinner, waar best veel belangstelling voor was. Er kwamen echt ouders op af die zoeken naar handvatten voor hoe het beter te doen. Dus die behoefte is er absoluut, ja. Wat denkt u van een tv-programma waarbij dus dat soort tips aan ouders gegeven zouden kunnen worden, maar ook misschien aspecten van de ontwikkeling van het kind? Het zou absoluut fantastisch zijn. Ik denk dat we alle kanalen die er zijn moeten inzetten. U noemde in mijn aankondiging Kid Story. Dat is een initiatief wat we een aantal jaren gedaan hebben, wat helaas niet vol te houden was financieel. Maar er werd heel positief op gereageerd. En daar merk je aan dat ouders dus die behoefte wel hebben. Dus als we een tv-programma zouden kunnen starten waarin we ouders tips geven, opvoedtips, vragen van ouders kunnen beantwoorden, dan denk ik dat dat absoluut fantastisch zou zijn. Oké, ik weet niet als er nog veel vragen meer zijn, nieuwe vragen. Ja, over mevrouw Manohar. U haalde aan als aanbeveling dat er protocollen voor professionals ook zouden moeten zijn. Is er momenteel al iets op papier wat dat betreft? Of is het totaal nog helemaal allemaal dus nog niets daarvan nog? Of er nog helemaal geen protocollen zijn voor professionals hoe ze moeten omgaan met kindermishandeling? Als ze dat vaststellen? Bijvoorbeeld, ja, dank u wel voor die vraag. Artsen, onderwijzers. Ja. Ik wil een kleine toevoeging doen naar aanleiding van de vorige vraag. Er zijn vanuit het project Preventie Kindermishandeling in Suriname, vanuit het IGSR, opvoedingscursussen gepilot. Een van ze is Lobby Me Peking. Die is via het MOB gepilot. En als ik het goed heb, verzorgt het MOB het nog steeds. Maar ik kan me ook daarin vergissen hoor. Maar het is daar gepilot en er zijn hele goede resultaten uitgekomen. Weliswaar is het een opvoedcursus geweest, meer ten behoeve van kleinere kinderen. Dus ouders die iets kleinere kinderen hebben. Dus beneden de 10 of 11 jaar. En het heeft goed gewerkt. Het heeft ze geleerd, ouders geleerd, hun kinderen beter te begrijpen en ook beter te reageren op eventuele
gedragingen van de kinderen. En dat helpt een heleboel, waarbij ouders dan niet snel ertoe neigen om hun kind te klappen, te slaan of te irriteren. Dus dat soort dingen werken wel. En vandaar dat het heel belangrijk is, het is ook een van de aanbevelingen om dat echt beschikbaar te stellen aan ouders en vooral jonge ouders die starten met kinderen. Mijn hoogleraar, professor Jaap Doek, heeft de uitspraak die me echt bij is gebleven. Van als we een auto willen besturen, gaan we naar rijles. Maar als we kinderen op de wereld zetten, gaan we niet naar een cursus. En inderdaad wat Annelot zegt, je leert dat niet. Je weet niet als ouder hoe je moet opvoeden, vooral in deze tijd. En dan doe je dat zoals jij bent opgevoed. En onze ouders hebben ons ook opgevoed zoals zij zijn opgevoed. Dus vandaar, en deze periode is een digitale periode, een periode vol met uitdagingen. En het is belangrijk om ouders die ondersteuning wel te bieden. Uw vraag van daarnet. Over de protocollen of er nog niet zo'n protocollen. Ja, er is een pilot geweest om protocollen te ontwikkelen voor leerkrachten. Het is ook vanuit het project Preventie Kindermishandeling in Suriname, waarbij een aantal jaren terug protocollen zijn ontwikkeld voor leerkrachten en deze ook op een aantal scholen zijn toegepast. En dat zijn meer scholen geweest waar er was een coach op die school. Een coördinator. De naam is me nu even ontgaan hoor. Zorgcoördinator. Ja. Het ministerie van Onderwijs heeft op enkele scholen, van een aantal scholen, zorgcoördinatoren geplaatst. Dus op enkele van die scholen is het gepilot vanuit de leerstoel van professor Graafsma, waarbij dan de leerkrachten zijn getraind in hoe om te gaan met kindermishandeling of seksueel misbruik, als zij dat mochten, als dat opvalt bij hen. De symptomen zijn ook doorgenomen met de leerkrachten. En hoe ze dat op een tactvolle manier en, laat me zeggen, een veilige manier aanpakken. Dus dat is wel gepilot. Het punt is dat het door het ministerie van Onderwijs overgenomen zou moeten worden. En dan zo breed als mogelijk toegepast moet worden. En dat daar natuurlijk continue begeleiding voor de leerkrachten in zit. Want het is niet altijd even makkelijk. En elke case verschilt. Ook waren er gesprekken gevoerd met de medici, de vereniging van de VMS, vanuit de leerstoel, om protocollen te ontwikkelen voor artsen, huisartsen. Dus dat is in een bepaald stadium, in hoeverre dat verder getrokken wordt, dus daar ben ik niet zozeer van op de hoogte, omdat dat binnen die beroepsgroep verder getrokken zal worden. Maar het is niet dat er niets is gedaan. Er zijn wel een aantal voorbereidingen geweest voor het ontwikkelen van protocollen voor leerkrachten en medici, voor zover ik dat weet. Maar in hoeverre dat verder is gegaan, daar kunnen de beroepsgroepen zelf, kunnen we die informatie bij die doelgroepen halen. Een andere vraag die ook gesteld is, voor leerkrachten die kinderen op school slaan of fysiek geweld aandoen, zijn er eigenlijk plaatsen waar de ouders hun aanklacht kunnen doen? Of zijn er maatregelen die genomen kunnen worden? Ja, mag ik eerst even aanvullen nog op dat wat Maya net zei over die protocollen? Ik heb een klein beetje goed nieuws, Maya. Mijn collega Mirjam May, die ook betrokken is geweest bij het Prikimi-project, die geeft momenteel vanuit Vanguard Community College, waar we dus de opleiding voor leerkrachten en schoolleiders bieden,
Daar geeft ze de module kindermishandeling of voorkomen van kindermishandeling, signaleren en preventie van kindermishandeling, laat me het goed zeggen. En wat zij doet is in projectvorm samen met alle leerkrachten die op de opleiding zitten, dat protocol voor hun school uitrollen. Dus er wordt inderdaad wel iets mee gedaan. Ja. Dus in elk geval die groep die bij ons op de opleiding zit, die krijgt dat standaard mee. Daarnaast is ze gestart met een samenwerkingsproject vanuit Vanguard met het ministerie van Onderwijs. En wordt momenteel die module landelijk gegeven aan de leerkrachten vanuit het ministerie. Mirjam verzorgt hem online, digitaal. En de bedoeling is wel dat we met het ministerie tot overeenstemming komen om ook dat stukje van het protocol daarin verder mee te nemen. Dus wat ze nu aanbiedt is eigenlijk die training waarbij die leerkrachten inderdaad leren signaleren en die gespreksvoering met kinderen leren door middel van rollenspellen onder andere. Maar dat protocol dat moet als het goed is de volgende stap zijn. Dus daar zijn we mee bezig. Ja. Zal ik meteen inhaken op die volgende vraag. Waar kunnen ouders terecht als hun kind geslagen wordt op school? Jullie zullen me aanvullen, hoor dames. Voor zover ik weet, wordt dat gemeld bij de inspectie. Of bij de afdeling begeleiding. Weet ik dat er ook wel eens meldingen binnenkomen. Afdeling begeleiding van het ministerie van Onderwijs. En als het goed is, wordt er dan door inspectie ingegrepen. Mogelijk hebben jullie meer info. Ja, wie wil daarop nog verder ingaan? Als leerkrachten kinderen slaan, dan wordt er ook aangifte gedaan bij de politie. Het hoeft niet zozeer bij de politie van jeugdzaken, maar bij de dichtstbijzijnde politie. Want het wordt een stukje moeilijk hè, als het gaat om... een kind van Brokopondo, dat we moeten gaan roepen dat zo'n kind naar jeugdzaken moet komen in Paramaribo. Dus dat gebeurt gewoon in het resort waar de school gezeteld is. En dan komt er een onderzoek. Maar veelal gebeurt dat al hoor. Als kinderen geslagen worden... Dan komen de ouders wel naar de politie om aangifte te doen. En precies wat Annelotte zei, die melding bij inspectie doen ze ook. Omdat als ze komen, geven ze dat ook aan. Dat ze via de schoolleiding verwezen zijn naar inspectie om hun beklag te doen. Maar dat ze ook naar de politie komen omdat ze strafrechtelijke vervolging wensen of ze wensen een ernstige waarschuwing naar zo'n leerkracht toe. Oké, een andere vraag die ging over ouders die kinderen mishandelen. Komt het in Suriname wel voor dat kinderen uit ouderlijk gezag gehaald worden als de ouder de dader blijkt te zijn? Weet u daarvan, mevrouw Drachman? Dat is niet iets voor de politie, hè? Dus ik ga er wel iets over zeggen, maar dat is valt buiten de competentie van de politie. Misschien kan straks dokter Manohar ook iets daarvan zeggen. Ik denk dat in samenwerking met BUFAS en natuurlijk het Openbaar Ministerie, die verregaande besluiten genomen worden. Okay. Maar als het voorkomt, het komt wel voor, maar ik denk niet dat het zo snel gebeurt. Oké. Okay. Had u nog een aanvulling daarop, mevrouw Manoha? Ja, inderdaad, het Bureau Familierechtelijke Zaken komt in als dus blijkt dat de dader een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd tegen zijn eigen kind. Met name als het om seksueel misbruik gaat, dan is dat sowieso dat zo'n ouder uit de ouderlijke macht wordt gezet als die de ouderlijke macht uitoefende of... indien het voogdij was, uit de voogdij wordt gehaald. Dus dat zijn kinderbeschermingsmaatregelen, zoals genoemd in het
burgerlijk wetboek, die dan worden gevraagd door het Bureau Familierechtelijke Zaken aan de rechter. En dat zijn dan die kinderbeschermingsmaatregelen. Er zijn nog een x-aantal hoor, maar deze zijn maatregelen die heel ingrijpend kunnen zijn. En inderdaad, het wordt niet heel snel toegepast of uitgevaardigd door de rechter. De case wordt goed onderzocht en daarna, je hebt ook enkele andere maatregelen, zoals het kind wordt toevertrouwd aan het Bureau Familierechtelijke Zaken, waarbij het bureau dan het kind begeleidt, de volledige begeleiding van het kind en gezin op zich neemt. Dus dat is ook een tussenmaatregel alvorens over te gaan tot ontzetting uit de ouderlijke macht of voogdij. De laatste vraag voordat we gaan. Ik heb nog een aanvulling op dat van leerkrachten. Kijk, het gebeurt wel eens dat leerkrachten, er zijn cases geweest die ook heel veel media-aandacht hebben gehad, waarbij leerkrachten kinderen hebben geslagen en de kinderen lichamelijk letsel aan hebben overgehouden. In die gevallen, of een gebroken arm, dus dat is zware mishandeling, conform het wetboek van strafrecht, dus dat weet mevrouw hoofdinspecteur Drachman. En die zijn strafbaar bij wet. Dus zo'n case dient vervolgd te worden en dan komt het ook bij de politie terecht. Maar je hebt ook gevallen, zaken, waarbij kinderen worden getikt, geslagen, geschopt aan hun hoofd door de leerkracht, door elkaar geschud en soms in de zon moeten staan, weet je, dus voor een uur of wat, of op de knieën. In de zon of op het zand of op het steen. En dat zijn allemaal vormen van mishandeling die niet bij de politie belanden. En waarvan ouders ook niet bewust zijn dat het kind een angst inboezemt. En als kinderen dan slechte resultaten hebben op school vanwege die angst die als gevolg van die straffen ingeboezemd worden bij het kind, wordt er nog meer geschreeuwd naar het kind. En dat werkt allemaal averechts. Die cases komen nooit bij de politie of bij, althans niet altijd bij inspectie, omdat ouders daar ook niet van bewust zijn. Vandaar dat het belangrijk is om hier ook dit ook te verbieden bij wet. Dat is ook een van de aanbevelingen, dat het verboden wordt. Want van een leerkracht wordt wel verwacht dat ze pedagogisch onderlegd zijn en wel weten wat kan en wat niet. Anderzijds heb je ook ouders die dat helemaal niet erg vinden, dat hun kind op die manier wordt gestraft. Dus vandaar dat die bewustwording heel belangrijk is. Dus ik ondersteun ook een voorstel die gedaan is om zoveel mogelijk awareness en voorlichting te geven. Een televisieprogramma is heel goed in zoveel mogelijke Surinaamse talen, zodat een ieder, alle ouders, vanuit elk niveau die informatie kan krijgen van wat kan en wat niet kan. Ik ga u nog 2 minuten kort de gelegenheid geven om de laatste vraag te beantwoorden. De vraag die is gekomen is er een centrale melding van kindermishandeling? En dat vraag ik u omdat u ook in uw aanbevelingen had. Het gaat over een monitoringssysteem. Is er een centrale melding op dit moment? En wat stelt u voor als monitoringssysteem? Zo kort mogelijk als het kan. En toen moeten we naar de afsluiting. Nou, er zijn meldpunten in 3 districten. In hoeverre ze functioneren. Dus er was wel een onderzoek dat ze versterking nodig hebben. Op dit moment zijn in die 3 districten, dat zijn Sipaliwini, het oostelijk gedeelte, Kabalebo-gebied, als ik het goed heb, Koroni en in Paramaribo, Latoener meldpunten. Daar kunnen meldingen gedaan worden en ook bij de politie, afhankelijk van de case. Dus als het iets is dat strafbaar is conform het wetboek van strafrecht, dan bij de politie. Wat ik voorstelde is in alle districten een meldpunt en
ten aanzien van de monitoring, een kinderombudsbureau waarbij er een monitoringssysteem is voor het heel kinderbeschermingssysteem. En dat een case in het onderzoek en begeleiding niet ergens vast blijft zitten. Want dat is zeker niet in het belang van het kind. En dat gebeurt wel eens. Dat dan een bepaalde vorm van begeleiding uitblijft of een bepaalde kinderbeschermingsmaatregel te lang duurt. Dus daarom is dat heel belangrijk. Voor het monitoringssysteem acht ik een kinderombudsbureau van belang. En nog een laatste vraag. Is er in het budget van ministerie, ik weet niet of dat onder justitie en politie moet vallen, is er in het budget dan ook geld vrijgemaakt voor opvangfaciliteiten en voor een dergelijke ondersteunings- en coachingsprogramma's, monitoringssystemen? Is dat opgenomen in het budget van de regering? Of zijn er plannen om het op te nemen daarin? Dat is een mooie vraag voor de minister van Justitie en Politie. Ik ken die begroting niet. Maar het is heel belangrijk en een belangrijke vraag dat daar rekening mee wordt gehouden in het budget van onder andere het ministerie van Justitie en Politie. Ik wil de beantwoording hierbij houden. Heeft mevrouw Drachman misschien nog een aanvulling daarop? Eén aanvulling hoor, alleen een ondersteuning. Ik moest al lachen. En dokter Manoir heeft het als geen ander geweldig gezegd. Het is een hele mooie vraag, maar het is een vraag die door de minister zelf beantwoord zou kunnen worden. Hè? Heel goed. Oké, dan wil ik u hierbij bedanken voor uw bijdrage aan dit programma. Ook de kijkers en luisteraars wil ik bedanken voor hun tijd die ze hebben willen vrijmaken om naar ons te willen kijken en luisteren en ook voor het insturen van de vragen. We gaan heel kort samenvatten. Mevrouw Manohar heeft ons dus kort verteld over haar onderzoek en de wettelijke aspecten van kindermishandeling. Welke wetten er reeds zijn en we hebben ook kunnen zien waar de wetten nog in tekort schieten. Mevrouw Drachman heeft wat praktische inzichten gegeven over de rol van de politie bij kindermishandeling in Suriname. Uit de vragenronde is ook gebleken dat er nog heel wat tekort schiet in de begeleiding en opvang van kinderen die mishandeld worden. En mevrouw Annelot heeft wat tips gegeven om en ook wat psychologische achtergronden gegeven van kindermishandeling. En ook wat tips voor opvoeders hoe je kindermishandeling zou kunnen voorkomen. Er zijn wat mooie aanbevelingen ook naar voren gekomen. We hopen dat de beleidsmakers er wat mee doen. En dat de kijkers en luisteraars er ook wat aan hebben gehad. En dan denk ik dat we aan het einde zijn gekomen van dit programma van OHM NARI team. En ik wil u danken voor uw aandacht. En tot de volgende keer. Nogmaals dank aan de sprekers, aan Trishul Broadcasting TV Network, RCFA Accountants en de kijkers en luisteraars. Bedankt en tot de volgende keer.